Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en wij spelen wederom The Legend of Zelda A Link to the Past. In de vorige aflevering hebben we het meesterzwaard opgehaald en hebben we Aghanim weten te verslagen. Maar Aghanim wist nog net op tijd de zegel van de zeven wijzen te verbreken. En ons daarmee naar de duistere wereld te slepen. We zijn nu in de duistere wereld. En Sahasrara heeft ons verteld dat wij het zegel weer kunnen herstellen. En Aghanim kunnen verslaan. Als wij alle maidens bevrijden. En de eerste maiden zit daar in het oosten. Waar in de Light World het oostelijk paleis zat. En als wij dus alle zeven maidens weten te bevrijden, kunnen we daarmee ook de Light World redden. Maar eerst gaan we een vis opzoeken. Ja, welkom. We hebben al eerder een glimpse gekregen van de duistere wereld. Hier links, of als we hier rechts gaan, vinden we nog een piece of art en hebben we daarmee de, ja, eigenlijk weer een volledige hart. En hebben wij nu 10 hartjes. Zoals je ziet, in de duistere wereld zijn heel wat andere vijanden. Als je in de duistere wereld komt, hier in deze boom zit een vee als je er tegenaan schopt. Mocht je hem nodig hebben, levert dat, ja, kan dat behulpzaam zijn. Maar je ziet, de vijanden hier zijn anders. Dit zijn de moblins. Uit het eerste en tweede spel zijn dat juist nu de moblins geworden. Hier heb je de soldaten niet meer. Hier heb je nog alleen maar de krachten van het duister. En daarmee ook de moblins. Maar zoals ik al zei, we gaan, en voordat we de eerste mening gaan bevrijden, gaan we een vis opzoeken. Hier heb je de Witch Hut, of het medicijnshop. Wat nu een normale shop is geworden. Mocht je je schild kwijt zijn geraakt. It's such a dangerous world. You may need many things. Select something that you like. Ja. Ondanks dat dit de duistere wereld is, heeft niet iedereen kwade bedoelingen. Sommigen zijn je ook behulpzaam en proberen gewoon een normaal leven op te zetten. Zoals je ziet hier in, nou ja, met deze shop. Nee. Dus niet iedereen is een vijand. Al zijn de meesten wel vijanden. Ah! Auw! Ah, gelukkig. Ik was al aan het denken. Dan ben ik dadelijk mijn zwaardstraal kwijt. Maar we moeten hier gaan. Zoals we eerder al hier een vis waren op gaan zoeken om de flippers te krijgen, moeten we hier ook weer een vis op zoeken. Maar als je goed kijkt, hier is geen, hier is geen doorgang. Dus waar zit die vis dan? Hier zijn alleen maar watervallen. Nou, als je hier iets oppakt en je gooit dat in deze cirkel, daar komt de catfish omhoog. Was it you who disturbed my peaceful nap? I will give this to you if you go away. Hij geeft ons de Quake medaillon. This is the Quake medallion. Its magic causes the ground to shake and defeats nearby enemies. What's your magic meter? Wel, dat is dus de Quake medaillon. En net zoals de Ether medaillon, kost deze een hele hoop magie. Als je wil weten hoe je erachter komt, curses to anyone who throws something into my circle of stones. Ja, die geeft al aan van, hey, gooi daar iets in. Ja.
Nu dat ik het meestal zwaard heb, voelt het extra pijnlijk aan als je geen volledige levensbalk hebt. Ook alleen maar ben je een half hartje kwijt. Het doet het nog zo pijn. Maar goed, nu is het tijd om naar die 1 te gaan. En is het zo moeilijk om door zo'n gat te gaan? Kom op zeg. En daarmee ook de eerste maiden te bevrijden. En hopelijk komen we er ook achter waar de rest terecht zit. Nou ja, ik weet wel waar de rest zit. En degene die dit spel kennen, weet dat ook. Maar als je dit voor het eerst speelt, is dat je eerste aanleiding naar, ja, waar je heen kunt gaan. Want ondanks dat je hier zit en je denkt van, oh, ik kan nergens heen. Eigenlijk kun je overal naar iedere onderdeel van de Dark World kun je nu al naartoe. Je bent nog niet gelimiteerd aan dit kleine stukje. Ondanks... Au, 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 au. Oh, dat was heerlijk. Bedankt, Hinox. Kijk, hier kunnen we misschien niet over de brug doorheen. Om dan bij de iets anders uit te komen. En... hier zijn we dan ook enigszins beperkt in waar we heen kunnen gaan. Uiteindelijk word je daar ook geblokkeerd. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ergens anders heen kunt. Want als je teruggaat naar de Light World en dan een andere portal neemt naar de Dark World, kun je hier ook weer ergens uitkomen. En hier hebben we... wat hebben we hier? Oh ja. Ah, dit heb ik wel nodig. Op dit moment. Dus weer eventjes wat leventjes bij. En nou heb ik... oh, mijn hele mooie zwaardstraal weer. Oh, prachtig. Heerlijk. Maar goed. Hier zit dan het duistere... paleis. Onze eerste bestemming. En dit? Oh nee, hier moet ik niet heen. Ik wil eigenlijk... nou ja, dit hier is niet het duistere paleis. Ook al lijkt het er wel op. Maar het is wel eventjes leuk om gewoon eventjes te kijken wat hier zit. Want hier zit een boom. You're new here, aren't you? Did you come here looking for the power of gold? Well... you're too late. It will obey only the first person who touches it. The man who last claimed the power of gold wished for this world. It reflects his heart. Yes, I came here because of greed. For the golden power. And look what happened to me. To restore the golden land, a person worthy of the golden power must defeat the man who created this place. Until that time, I am stuck in this bizarre shape. But what a mischievous thing to leave lying around. The power of gold. Triforce. Yeah, hij zit hier vast. Genageld als een... als een boom. Ja, maar hij vertelt je dus wel wat wij moeten doen. Om de wereld, om deze wereld te kunnen redden en iedereen erin, moeten wij dus de gouden power veroveren. Dat is niet echt nuttig. Jij hier. En moeten wij dus de man verslaan die de gouden power als eerste veroverd heeft. En volgens de legendes was dit Ganondorf Dragmire. Oftewel Ganon. De duistere wereld is dus wat Hyrule zou worden als Ganon ooit de macht krijgt. En dit moeten wij dus ook zien te voorkomen. Oh ja, de kweekmedaillon. Staat, kost een heleboel magie. Ik zou dat eigenlijk niet zo vaak gebruiken. Hier kunnen we doorheen, maar daar moeten we niet doorheen. We moeten wel door het bos heen, maar het is net zoals de Verloren Woods.
moet je je weg enigszins vinden. Je kunt wel enigszins zien waar je heen kunt gaan. Want je hebt hier die doorkijkdingen. En daar waar het solide is, waar je niet die doorkijkdingen hebt. Daarmee kun je dus ook niet heen gaan. Dus daarmee kun je toch een beetje zien hoe het pad hier volgt. Dat is wel geinig. Maar als we dan ook uiteindelijk hier eruit komen. I'm Kiki the monkey. Kiki, I love rupees more than anything. Can you spare me 10 rupees? Als je hem 10 rupees geeft, dan blijft hij je volgen. En dat hebben we ook wel nodig. Kiki, good choice. I will accompany you for a while. Kiki. Kiki. Kiki is eigenlijk dat wat Japanners denken dat apen als geluid maken. Nou, hebben we al een gedeelte weer van onze 10 roepies terug. Maar hier komt de grootste roepie cash. Waarom had ik eigenlijk 300 roepies in mijn hoofd zitten? Kiki, if you give me 100 rupees, I will open the entrance for you. Kiki. Wat wil je doen? Nou ja, we moeten hier naar binnen. En dit vind ik ook wel geinig. Hier aan de zijkanten zie je dat dit echt een apenpaleis is. Met die apenstandbeelden hier. Zo gaaf. Terwijl dit eigenlijk de Palace of Darkness genoemd wordt. En niet de Monkey Palace of zoiets. Maar je hebt Kiki nodig om de deur te openen. En die blijft daar staan totdat wij erin gaan, want gaan we erin en komen we eruit, dan is Kiki ineens weer weg. Maar de paleis is wel altijd open, dus je hoeft niet continu terug te gaan. Hier, als ik het goed heb, dit is weer een tijd geleden dat ik dit gedaan heb. Ja, ik had... Hier moet ik volgens mij heen. Of had ik de andere kant moeten doen? Ja, ik had de andere kant moeten hebben. Volgens mij moest ik de andere kant hebben. Waar zit de knop? Daar. Tuurlijk, altijd de laatste die je pakt. Hiermee kun je ook... dingen weer openen. Net zoals bij het eerste paleis, het oostelijke paleis, kun je daar daarmee de deuren openen. Dit is het duistere paleis, wat ontzettend veel ik wil zeggen. Dit moet ik hebben. Ja, daar was ik naar op zoek. En dan uiteindelijk... Nu kan ik dan... Ja, schijnbaar niet. En dan zul je zien dat het weer in het laatste... Oh nee. Toch weer diezelfde. Ja, deze is wat lastiger. En je ziet ook gelijk aan het thema hier aan de muren. En ze zijn ook niet zo... Ja, hoe moet ik het zeggen? Die zien er ook wat vervallender uit. Duisterder en alles. Het thema komt hier weer heel erg prachtig in terug. Het is zo gaaf hoe dit in elkaar zit allemaal. Daar kunnen we op dit moment nog eventjes niks tegen doen. Hou. Hier moet ik hier doorheen. Of eerst even hier. Nee. Ik moet daar naar beneden vallen. Crap. Het kost me een extra bom. Ah wel, bommen genoeg. Slim, Niek, slim. Ja, ik moest eigenlijk hier beneden zijn. Maar goed. Voor de sleutel. Ja, volgens mij is dit niet de meest optimale weg wat ik nu doe. Want ik had eigenlijk... Auw. Wat was hier ook alweer? Dit had ik moeten doen.
nu kan ik een beetje laten zien wat, wat het magisch poedervervoer effect heeft. Daarmee kun je die dingen dus in veeën veranderen. Dat is heel erg voordelig. Schild me weer een bom als ik dit zo doe. En hier moet ik dan ook nog eventjes heen en... Nee! Deze moet je verslaan. Nou... Deze kun je... Kun je met een heleboel pijlen... Het is makkelijker om met pijlen te verslaan. Voor deze moet je oppassen, want... Auw! Die raak je vaker. Als je er dus de rechter voor gaat staan, dan schieten ze vuur op je af. Maar het beste is om te schieten en dan een stukje opzij te gaan, zodat die van de zijkant geraakt worden. Dat zijn eigenlijk beesten die jouw, hoe moet ik het zeggen, de... Oh. Auw. Jouw bewegingen imiteren. Volgens mij moet ik even voor minder. En dan krijgen we hier de dungeon map. Daar heb ik bommen nodig. Want. Oh nee, hier komen we bij een vee terecht. Als je ze niet allemaal pakt, dan herstellen ze zich weer. Ik had ze niet kapot moeten maken. Als ik hierheen ga, dan krijgen we dat. En ik ben echt niet de optimale route weer aan het doen. Oh man. Maar, nou ja, het gaat me er ook niet om een speedrun te doen. Want anders had ik hier naar beneden kunnen gaan. Want ik mis nog steeds de... Moet ik het zeggen? Up. Dit is sneller. Als ik het goed heb, kan ik hier ook een bom neerleggen en dan... Kan je hier naar beneden? Nee. Damn. Heb ik dat dan vergist met iets anders? Ik dacht dat je daar beneden kon vallen. Geen flauw idee. Ik kan wel een veetje gebruiken op dit moment. Maar dat kost me ook alweer behoorlijk wat magie. Jawel. Hopelijk hebben we nog ergens wat. Maar ik vind het is echt zo prachtig. Ook zo duister. En ook hier in de duistere wereld. Begint het ook een stuk kwaadaardiger aan te voelen alles. Daar moeten we eigenlijk heen. En nou komen we hier. Ik heb al 3 sleutels. Geinige is, dit ziet er niet uit als een afgrond. Maar aangezien je hier een pijl hebt staan, wordt het wel als een afgrond gezien. Terwijl dit eigenlijk gewoon dezelfde hoogte heeft altijd. Maar aan de andere kant, ja, dit is donkerder. Hier ga je omhoog, wat weer hetzelfde kleur heeft als daar beneden. Is toch weer heel erg verschillend in hoe dingen in elkaar zitten. Dat is gewoon... Oh, hier moeten we snel zijn. Ja, ik kan wel proberen de Pegasus bootsen. Oh, wacht. Hier heb ik nog geen reden aan. Ik moet eerst iets anders hebben. Oh, verdorie. Ik ben helemaal verkeerd bezig. Ja, de spiegel. Als je de spiegel gebruikt, kun je ook weer terug naar de... Nee, niet... Ik ben nu echt de kluts kwijt op dit moment. Maar als je de spiegel dus gebruikt, kun je dus weer terug naar het begin van het
van de dungeon gaan. Volgens mij moet ik dit weer gebruiken. Die is niet meer open. Tenminste, die blijft niet open. Auw. Ja, hier moet ik heen gaan. Want zoals ik al zei, die schatkist daar rechts moet ik hebben. Maar daarvoor moet ik een sleutel hier gebruiken. En dan kom je hier terecht. En daarmee heb je de grote sleutel. En die had ik nou net nodig. Hiermee kun je weer afspringen, maar je kunt ook aan de ene kant Je kunt ook de spiegel gebruiken, maar ja. Het is maar waar je zin in hebt op dit moment. Oh man. Ja, het is voor mij ook alweer een tijdje geleden. Ik weet het niet helemaal perfect uit mijn hoofd. Jeez! Auw! Kost me te veel hartjes eigenlijk. Maar goed, nu hebben we de grote sleutel. Dat had ik eigenlijk eerder moeten hebben. Toen had ik pas hierheen moeten gaan. En nu kan ik ook daadwerkelijk dat halen wat ik moet halen. Maar goed, de deuren die geopend zijn met sleutels blijven gelukkig al geopend. Dus daar is het niet een al te groot probleem. Maar nu moet ik wel hierheen gaan. En eens even zien. Oppassen, want er zitten van deze beesten. En die doen je ontzettend veel pijn. En bommen. Wel, ik had wel bommen nodig, dat wel. Ja, ook niet heel veel. Volgens mij had ik nog genoeg bommen. Auw. Dat is het nadeel van zo'n duistere... Geen schatkist achterlaten graag. Vooral als ze sleutels bevatten, want die sleutels die heb ik wel nodig. Ondanks dat je hier gewoon alleen een bom nodig hebt. Heb ik de sleutels wel nodig. Maar hier komen we dan bij de grote schatkist. En daarmee hebben we de Magic Hammer. Doet dit. Het is gewoon een normale hamer. Maar daarmee kunnen we een aantal vijanden mee verslaan. Die we anders niet kunnen verslaan. Terug uit. Dat is altijd weer. Kijk. Nee. Ik loop echt de verkeerde kant op deze keer. Palace of Darkness, die blijft altijd een duisternis voor mij. Oké. Anders, met de hamer kun je ook heel snel potten kapot maken, dus je hoeft ze niet. Dit zijn de vijanden die waarvoor je de hamer nodig hebt. Als ze nu zo omleggen, worden ze dus ook bevatbaar voor je slagen. Kompas, altijd handig. Als we hier naar beneden gaan, komen we ook weer. Ja, oh jawel, hier zit nog altijd. Riskeer ik dat? Auw. Ik raak meer mijn magie kwijt, maar ik probeer wel ze in een feit te veranderen, zodat ik weer wat leven heb. Dat is een enkele pijl. Hebben we ook geen reden aan. En hier hebben we een sleutel. Ja, dit is eigenlijk gewoon om jou in gevaar te brengen. Want die gast daarboven, die is lastig. En dan komen we weer hieruit. Ja, het is eigenlijk gewoon een klein rondje lopen hier.
Dit is vrij handig. Een bom daar neerleggen heeft geen nut. Want die breuken zijn niks en... zit daar magie in? Nee, er zit volgens mij geen magie in. Maar... nu, zoals je ziet... zouden we eigenlijk hier naar rechts moeten. Ik kan een lange manier gaan om... Auw. Nee. Ga al alsjeblieft eerst zelf... zelf de afgrond in, ja? Ik kan een lange manier nemen, maar ik kan ook hier naar onder gaan. En deze schakelaar overzetten. En dan kom ik er ook hier. Want ik had ook weer die andere route kunnen nemen. En dan daaronder hier een... hier de... die dingen inhouden. Maar... ja. Yeah. Sneller was om daar te doen. Oké, als je ziet... als ik op de switch ga staan... gaat de deur open. Maar zodra ik er ook af ga... gaat die deur dicht. Dat is een nieuw element... voor dit spel. En de bedoeling is dat wij dus... een standbeeld bovenop... die knop drukken. En hier hebben we deze gasten weer. Die als eerste. En die zijn vrij makkelijk. Ja, pijlen zijn het beste om hier te gebruiken. En ik heb eigenlijk magie nodig. Oké, dan... oh nee, ik heb die pijl dadelijk nodig. Snel, snel. Oké, hier lijkt het erop alsof we een dooi einde hebben. Maar zoals je hier kunt zien... is dat niet geheel het geval. Het lijkt er meer op alsof de vloer hier onder de muur doorgaat. Maar hoe kunnen wij dit verder zetten? Volgens mij zijn we dit al een keer eerder tegengekomen. En dat doen we... oh nee, volgens mij niet. Wel... oh nee, toen we in het Desertpaleis was het, moest je de lantaarns aansteken. Hier moet je een pijl in het oog schieten. En dan opent zich dat op. En zoals je ook ziet, de rand loopt hier nu in één keer ook om. Dus het kan echt niet verder om verder gaan. Maar als we hier hebben we dus de hamer voor nodig. Want anders hebben we... en... juist, ja. Het is nu ook tijd om naar de eindbaas te gaan. En dat doen we door deze weg te... volgen. Alleen, we hebben wel een aantal dunne paden. Dat is gewoon ook zo geinig. Dus dit paleis is ook weer enigszins, ja, wel lineair, maar je kunt alle kanten uit. En ik heb het idee dat ik een schatkist vergeten ben. Ja. Ik ben een schatkist vergeten. Dat komt me denk ik duur te staan. Dat komt mij heel erg duur te staan. Auw. Nee, daar heb ik niet eens genoeg. Nee, nog niet eens genoeg. Oh. Daar heb ik nog niet eens genoeg magie voor. Ik wou zeggen... ik doe het met de Quake Medaillon, maar nee. Dat gaat hem ook niet worden. Een van deze kon... ik wou al zeggen, een van die kon ik toch... oh ja, nu komen we hier terecht. En ja, het is eigenlijk vrij makkelijk, omdat het zo'n dun pad is, kun je ze ook direct verslaan. Maar het
wel de hamer bij de hand. Hamer hebben we ook nodig voor de eindbaas. Nou ja, het is niet per se nodig, maar dit is de Helmsor King. Zijn kleine kindjes hebben we al. Oh, auw, auw. Hebben we al een keer gezien. Volgens mij heb ik nog wel veeën over. Nee, auw. Dat is te dicht in de buurt. Veetje. Ja. Yeah. Vee. Ja, ik hoop dat ik genoeg veeën heb. Maar deze hamer. Als je enigszins in de buurt van zijn gezicht blijft. Ook weer niet te dicht in de buurt, want. Auw. Weet je wat? Ik ga dit eens uitproberen. Kijken wat dit voor effect heeft. Want nu kunnen we gewoon. Ah, jammer genoeg niks. De goede bij doet niks op eindbazen dus. Oh, auw, auw. En wederom. Wederom ben ik bijna dood. Maar hij is ook bijna dood. Want ja. Als je zijn helm kwijt is, is hij ook zwakbaar voor het zwaard. Met bij. Ja, dat ziet er wel geinig uit. Ah, sommigen kunnen het goed timen omdat hij dus ook zo'n zwaardstraal om zich heen hebben. Maar de eerste maiden is bevrijd. Link, because of you, I can escape from the clutches of the evil monsters. Thank you. This world used to be the golden land where the Triforce was hidden. But because Ganon, the boss of thieves, wished it, the world was transformed. I'm sure he's intending to conquer even our light world after building his power here. He is trying to open a larger gate between worlds near the castle using our powers. But the gate is not open completely yet. If we seven maidens come together, we can break the barrier around Ganon's hiding place. I will tell you where the other girls are held. I believe you will destroy Ganon. I will return to my original form at that time. Until that time, tot die tijd zal zij in een kristal zitten. Wat zij dus net vertelde was dat deze wereld is getransformeerd vanwege Ganon. Dat wisten we al. Als we alle andere maidens krijgen we nu te horen waar zij zijn. En daarmee kunnen wij dus dan ook. Hoe moet ik zeggen? Ja, als we alle maidens verzameld hebben, kunnen we dan ook Ganon gaan verslaan. Tot die tijd. Zal zij nog in zo'n kristalvorm blijven? Kunnen we haar makkelijker meenemen in onze tas? May the way of the hero lead to the Triforce. Oh, weer aangevuld, dat is weer heerlijk. Oké, en we hebben nu het paleis van de Palace of Darkness gehaald en verslagen. De eerste maiden bevrijd. En we weten nu waar de resterende maidens zijn. We hadden de vier bijvoorbeeld. Hadden we al kunnen gaan halen. Drie hadden we ook al kunnen gaan doen. Twee was ook al mogelijk om te gaan doen. Voordat we deze deden. Vijf volgens mij niet. Dan moet je eerst vier iets doen. Maar je had ze uit order kunnen doen. Maar ik zal ze in de juiste volgorde gaan doen. Dus van 2 naar 3 naar 4 naar 5 naar 6 en naar 7. Zoals ik het origineel ook speelde. Het is gewoon omdat ik dat zo wil doen als het ware. Hoeft niet per se, maar het spel geeft je die vrijheid. Maar goed. In ieder geval, dit is het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alsjeblieft jullie gedachten achter hier in het commentaar beneden.
En ik hoop jullie ook weer terug te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!